De Hernhuttersmaand staat bekend als augustusmaand en is een bijzondere maand voor de evangelische broedergemeente wereldwijd. Volgens Mirjam Davis-Valpoort, penningmeester van de commissie augustusmaandviering, is de Hernhuttersmaand een maand van feest, maar ook een maand van dankzeggen aan de Schepper. Davis zegt dat deze feestmaand begon in de Hernhut. De augustusmaand wordt ook wel een Hernhuttersmaand genoemd, omdat het allemaal daar is begonnen. In Herrenhoed, op het landgoed Bertersdorp van Graaf van Sinsendorp. Hij ving dus een aantal vluchtelingen op die vanuit Moravië gekomen waren, omdat ze eigenlijk in opstand kwamen tegen de, zeg maar de Rooms-Katholieke leer, die als het ware toen gold. Ja. En waarom we de augustusmaand vieren? Omdat de IBG in principe haar ontstaan in de maand augustus, zeg maar, te danken heeft. En in de maand augustus, jaren terug, zijn er dus ook een aantal, hebben zich ook een aantal markante gebeurtenissen zich voorgedaan. Augustus is ook een speciale maand omdat op 13 augustus 1727 tijdens de avondmaalviering de Heilige Geest de mensen in liefde bij elkaar heeft gebracht, zegt Davis. Omdat er onder die mensen toch wel sprake was van onderlinge twist en oneenigheid met betrekking tot het geloof. En dus de Heilige Geest manifesteerde zich toen. Onder een, zeg maar de volwassenen toen op een 13 augustus 1727. En in hetzelfde jaar, en wel op 17 augustus, manifesteerde dus diezelfde Heilige Geest zich onder de kinderen. Maar het is de bedoeling dat we de Heer danken, hem loven en prijzen. Natuurlijk kijk je terug wat hij zoveel jaren terug heeft gedaan voor de IBGS. Met name, want het is, ik zei het al, het is een, de augustusmaand wordt wereldwijd gevierd. En je kijkt natuurlijk terug wat de Heer allemaal gedaan heeft, zoveel jaren terug, maar eigenlijk nog steeds aan het doen is. Mirjam Davis-Valpoort, penningmeester van de commissie augustusmaandviering. Zij sprak over de Hernhuttersmaand die wereldwijd door de EBG wordt gevierd.